Carolina, 18 jaar. Ik zit in de eindexamenklas van de HAVO. Mijn hobby's zijn uitgaan, tennissen en voetballen. Alina, hartelijk welkom. Vanavond op de 5e mei, een feestelijke dag. Een feestelijke aflevering van ons spelletje Zo Vader, Zo Dochter. Een van de vier vaders, getooid met een oranje kokarde, is de vader van Alina, met andere woorden. En dat betekent tegelijkertijd dat deze vier heren bestuursleden zijn van oranje verenigingen. En dat klopt dus aardig met de dag van vandaag. Dus achtereenvolgens op stoel A, de heer De Groot. Hij is timmerman van zijn beroep. Op stoel B, meneer Van Hattem, een bankapplier. Op stoel C, meneer Korenstra, die magazijnmeester is. En tenslotte op stoel D, meneer Popkema, een hoogspanningscontroleur. Wie van de vier? Dat wordt uitgemaakt door Herman Kuiphof, Nen van Ramshorst, Dick Paschier en Regine Klauwaert. Hartelijk welkom. Herman, jij draagt je oranje kokarde alleen op Koninginnedag, hè? Ja, inderdaad. Doelbewust. Ja, ik overval je met de vraag. Ja, dat doe je, maar dat ben ik van je gewend. Ja. Enfin, deze vier blozende vaders. Eén van hen mag zich de vader noemen van Alina. Wie is het volgens jou? Nou, redenerend vanuit het absolute niets, is dat heel makkelijk. Dat wil zeggen dat ik het op het ogenblik hou op vader B. Nen. Ik ben voor het eerst sinds weken weer eens overtuigd wie het is. En ik zeg het ook meteen, het is vader D en het kan niet meer. Ja. Zullen we dan maar drie D's voor jou neerzetten en ga jij dan een kopje koffie drinken? Mij betreft mag het. Drie D's voor Dick. Ik vind die kokarde zo groot. Ik denk dat jullie die overgauw hebben van de springtrofee. Dan zie je ook altijd van die... Ja, die paarden, ja. Vergelijk onze kandidaten gelijk maar weer met paarden. Nee, dat is niet de bedoeling. Trouwens, allemaal lid van de confederatie ook ongetwijfeld, van de Oranje Verenigingen. Ik vind meneer B. lijken op Pietania. En in een wat jeugdiger uitvoering. En ik denk dat hij het is. En Regine? In het hoofd van Pietania, maar ik zie overigens geen vergelijking, geen gelijkenis met Alina. En ik benijd de zekerheid van Nen. Ja. Ik zal bij A beginnen. Het is voor wat laat ik bij A beginnen. Het is voor wat het waard is natuurlijk, hè, de zekerheid van Nen. voilà. Bij A beginnen. En bij dan A zien we, beginnen en dan het rijtje afwerken. Helaas zijn er maar drie bordjes te vergeven. Dan komt de eerste vraag, Alina. Het lijkt natuurlijk geen twijfel dat jouw vader, getooid met een oranje kokarde, een kenner is van onze koninklijke familie. En in die koers moet je mijn eerste vraag zoeken. Ik ga hem een kleine test afnemen en jou vragen bij voorbaat te vertellen hoe die test gaat aflopen. Ik ga hem namelijk vragen om de zeven zoons van koningin Beatrix en prinses Margriet, die tot het koninklijk huis worden gerekend, in de goede volgorde van de oudste naar de jongste voor mij te willen vermelden. Hoe gaat dat bij jouw vader aflopen? Nou, hij zou het wel proberen, maar ik denk niet dat het lukt. Nee? Meneer A, zeven zoons. Waar beginnen we? Ja, zet de koptelefoons maar op als u wilt. Dat is wat makkelijker. Anders gaat u bij elkaar spieken en dat zouden we niet willen hebben. Nou, u hoeft het niet aan mij te vragen, want ik weet het niet. Nee, zonder gekheid. U bent bestuurslid van een oranje vereniging. Wat is de oudste prins? Alexander. Ja, daar hoort nog een Willem bij. Dat is meestal in onze koninklijke familie. Ja, vandaar zei ik al, u hoeft het niet aan mij te vragen, want ik weet het niet. U weet het niet, nee. Meneer B, zeven zoons van koningin Beatrix en van prinses Margriet. Eventuele troonopvolgers. Al zou ik nog zo mijn best doen, ik kom er niet uit. Meneer C, u heeft wat tijd gehad om na te denken. Nou, zeven zoons. Zeven zonen, dat worden er nogal wat. Om ze allemaal op te noemen, dat lukt nooit. Nee, van de oudste naar de jongste heb ik u alleen maar. Willem-Alexander, dat zal nog wel lukken. En Bernd, dat zal er ook bij wezen. Ja, dan beginnen ze zo'n beetje bij de kop en bij de staart, hè? Maar wat ertussen zit. Maar wat er nou tussen zit, dat is net het moeilijke natuurlijk.
Ja. Niet dus. En nee. Tenslotte, meneer D. Had u dat nu eerder gezegd? Ik heb er drie voor Beatrix. Dat zijn Floris en... Bernard. Nee, dat... Bernard. Dat wordt onze nieuwe koning, Floris de Vijfde, hè? Er zijn er drie, maar ik nee. Weet het niet. Een aardigheidje. Is er iemand onder het publiek die denkt dat hij ze alle zeven... Mevrouw? Kom eens even, mevrouw. Zo, dan moet u even een beetje dichtbij me komen, want anders kunnen we u niet zien. Een klein beetje hurken zo, hè? Dan kunt u in mijn microfoon spreken. Hoe is uw naam? Mevrouw Blanken, uit Gouda. En zegt u ze eens alle zeven? Prins Willem-Alexander, prins Friso, prins Constantijn, prins Maurits, prins Bernard, prins Pieter Christiaan. Ik weet niet of ik dat in de goede volgorde zeg. En Floris. Ja. Ja. Daar zit de vakman. Dank u wel. Ik kom aan Willem-Alexander, Maurits, Johan Friso, Constantijn, Pieter Christiaan, Bernard Junior en Floris, Dick. Nee, is niet goed. Willem-Alexander, Friso, Constantijn, Maurits, Bernard, Pieter Christiaan, Floris. Dat zie je nou dat hij kan kijken op een manier van... Ik hoor toch tot het koninklijk huis. Nee. Maar dat zijn ze. En ik vind het eerlijk gezegd onbegrijpelijk... dat deze vier heren niet zo... Nou, zo ver hoeven ze dan niet te komen... maar de drie van Beatrix hadden ze zeker moeten weten. Vind ik. Vind jij dus eigenlijk minimum eis... voor het toetreden tot het bestuur van een Oranje Vereniging? Ja, vind ik wel. Ja. Vind ik wel, ja. Maar tot het vaderschap kan ieder geroepen worden. Ja. Zonder toelatingsexamen. Wie is de vader van Alina? Ja, dat is heel wat moeilijker dan die zeven namen. Die was net zo aardig op bedrijf. Laat ik nog maar een keer B. Het zegt niets hoor. Maar nog één keer B en dan zien we wel. Ja, je hebt toch van alles gehoord? Ja, je hoort C is een Fries. Dat hoor je. En ik dacht dat Alina een tikje, maar ze heeft zo weinig gezegd nog, een beetje rondom Amsterdam vandaan kwam. Maar B komt zeker niet uit Amsterdam, laat ik dat voorop stellen. Regine, jij bent de enige die bij voorbaat verontschuldigd is. Jij hoeft ze niet te kennen. Die van ons? Nee. Ik ken ook die van ons, geloof ik. Niet, nou, ja, toch wel, ja. Toch wel. Ik ken ze, ja. Maar het rondt mij van Nederlanders, moet ik wel zeggen. Want ja, wij denken dat Nederlanders echt een huis van Oranje op de handen dragen. Ja. Dat misschien maar, wel, maar de en dan, zonen, ja. En dan te weten dat ik er nog niet eens 13 vroeg. Maar, maar voor die vaders, ik had beloofd het rijtje af, hè, dus B nu. Herman. Ja. Net wat je zegt, Gerard. Ja, dat noordelijke praten van die vaders, althans volgens mijn oren van drie van de vier, dat, ik ben het met Dick eens, het is zo jammer, zeg nou toch eens wat, kind. Want zo komen we er niet achter. Wat zei je? Ik zei niet. Zo dadelijk mag je vraag stellen. Het klinkt, ja, dat weet ik wel, het was een trucje, een klein trucje. Ze is, ik geloof niet dat zij zo noordelijk praat. En dat brengt mij ertoe om nu een koene sprong te nemen en van B naar A te gaan. En tenslotte, Nen? Dat is allemaal fout. Het is gewoon vader D. Het is gewoon vader D. Jou kunnen we wel overslaan. De tweede vraag, Alina, is de navolgende. Stel je voor, de grote dag is er dan, nog maar enkele dagen geleden, Koninginnedag. Je vader staat daar in het zwarte pak als bestuurslid van de Oranje Vereniging. Er is een optocht, er wordt een defilé gehouden. Maar vlak voordat dat plaatsvindt, en jouw vader die staat dan toch vooraan in de rij bij degene die het defilé moeten afnemen, trapt een van de paarden in onheus in de modder. En jouw vader, zijn schoenen en zijn broek zitten onder de modderspatten. Wat doet hij? Gaat hij toch op de grote dag vooraan in het defilé staan om iedereen aan zich voorbij te laten trekken? Of snelt hij eerst naar huis om zich te verkleden, waarbij hij dan dus wel een belangrijk deel van het defilé moet missen? Hij zou niet meer naar huis gaan. Hij zou wel voorop gaan staan. Hij blijft staan. Ja. Meneer D., wat doet u? Ik blijf staan.
zoals een oranje man betaamt. Meneer C. Ik zal niet naar huis gaan, ik zal me niet gaan verkleden. Ik zou vooraan gaan staan bij het defilé om er niks van te missen. Dank u wel. Meneer B. Ik vind dat het belangrijkste van de mens het gezicht is. Daarom dacht ik dat ik me weinig zou aantrekken van de vieze schoenen en rustig bleef op de plek waar ik was. Ja, het wapenspreuk, de wapende vies luidt niet voor niets. Hoe heet het ook weer? Rustig te midden der woedende baren. Zo is. En meneer A. Nou, ik zou geen enkel punt van maken. Ondanks een beetje modder zou ik even goed doorlopen. Uitstekend. Alweer niet veel wijzer geworden. Nen mag ik overslaan. Die gaat toch naar meneer D. Oh nee, ik zou bij Regine beginnen. Ja, en ik ben niet wijzer geworden natuurlijk. Hè. Ze zijn het allemaal. C met andere woorden. Zet maar C, jawel. Herman. Ja, dat Amsterdamse accent wat ik bij vader A hoor. Althans iets uit die buurt. Niet? Nee, dat hoor ik ook. Niet waar? Ja. Ik denk de polder, maar dat is heel anders. Welke polder? Hij nou, rondom Hardingsveld, Giessendam, Sliedrecht, zo die kant, hè. Denk ik. We zullen het zo dadelijk horen. Herman. Ik blijf op het ogenblik bij vader A. Een D voor Nen. Ja. En voor Dick. Ik ga één keer naar A. Vanwege de enige... Nee, vanwege de enige die niet uit het noorden komt in ieder geval. En voor ja. De rest weet ik het niet. Ja. Jij mag een vrije vraag stellen. Ik? Ja. Zo. Stel, Alina, dat jouw vader zit in de organisatie van het defilé op Soezijk, zo dat nog zou bestaan. Hè? Dat hebben ze jaren veel aan gedaan, de Confederatie van Oranje Verenigingen. Wie van de heren gaat de vraag beantwoorden? A. En hij is een van de gelukkigen van het bestuur die naar boven mag. Het bordesel om iets aan te bieden aan de koningin, dus twee keer aan. Dat mocht dan. Nou, dat hoeft geen koek te zijn, dat kan ook een krentenmik. Bijvoorbeeld. Maar het kan ook een of andere toestand. Doet er niet toe. Achter de woorden. Dat is gebeurd. Wat denk jij? Is jouw vader zo, laat ik zeggen, een man die zich houdt aan het protocol, dat hij dan achterwaarts de trap afschuifelt? Of zeg je nou, dat soort flauwekul. Daar doet hij niet aan mee. Hij draait zich om en hij wandelt zoals het hoort de trap af, want anders dan heeft hij nog het risico dat hij onderuit gaat door. Alina? Nou, hij zou zich proberen volgens de regels de trap af te gaan, maar ik denk niet dat het zou lukken. Nou, zoals u zegt, achterwaarts. Dankjewel. Dank je. Maar het zou niet lukken, denk ik. Uw antwoord alsjeblieft. Nou, ik zou daar wel naartoe gaan in ieder geval, maar ik zou niet achteruit de trap oplopen. Want als ik daar niet naartoe ga, dan had ik hier ook niet gekomen. Ja, het is zo dat de koningin dat ook niet wil namelijk, hè? Dus dat, vandaar de vraag. Wat een kenner hebben we hier. Nee, dat is gewoon waar. Pakman, ik heb het er straks al gezegd. De vrije vraag van Regine. Er wordt bij jou op school een feest georganiseerd. De ouders moeten op een of andere manier meehelpen. Wie van de heren, Regine? Oh ja, sorry. Ik ga het aan vader B vragen. Enfin, ik zou willen dat vader B meeluistert en een antwoord geeft straks. Je vader mag zijn medewerking aanbieden onder welke vorm dan ook. Er is iemand nodig om de kas te beheren. Er is iemand nodig om achter de tap te staan, om in de bar te helpen. En er is iemand nodig om te bedienen. Om met de glazen rond te gaan. Wat doet je vader? Wat biedt hij aan? Nou, ik denk dat hij het liefst helemaal niets doet. Maar achter de bar dan toch, denk ik. Ja. Meneer B. Ik kan daar vrij kort in zijn. Ik zou de kas gaan beheren. Ja, dank u zeer. Dat is een duidelijk antwoord. Herman. Ja, dat was een prima antwoord. Ja, daar heb je tenminste iets aan. Ja. Met andere woorden, je wil even zeggen dat Regine gewoon een uitstekende vraag heeft gesteld. Dat wou ik zeggen. Ja, ja. Dat kun je ook wel gewoon zeggen hoor. Jawel, maar... Ja. Nou, oké. Okay. Ze weten het dan... maar niet, Herman. Ik concentreerde me reeds op mijn eigen vraag. En die luidt. Alina. Wie van de heren? Ja. Het is een vraag voor vader A. Ik ga ervan uit dat je moeder geen rood haar heeft. Klopt dat? Niks laten merken. Je hoeft geen vragen te beantwoorden. Nou,
die los van de bekende formule Alina laat je niet in de luren leggen. Het is een door en door gehaaide man, 40 jaar vakmanschap. Dus doe Alina, maar gewoon alsof je neus bloedt. Alina, ik heb zelden onschuldige vragen gesteld in mijn leven. Maar goed, we zullen dit nog even buiten beschouwing laten, maar ik kom hierop. En dat is inderdaad een vraag voor vader A. Je moeder is naar de kapper geweest en heeft haar haar vlammend rood laten verven. Nou komt ze thuis en je vader wist daar niets van. En wat denk je dat zijn reactie is? Ik denk dat hij zou zeggen, wat is dit voor flauwekul? Flauwekul? Ja. Zeg, moet het weer veranderd worden? Nou, dat zou ze dan toch niet doen als mijn vader het zou willen. Dus. Nee, je geeft ons nu een kijkje binnen de beschermde muren van dit huwelijk. Het is duidelijk genoeg. Meneer A? Nou, ik denk dat ik mijn vrouw meteen terug zou sturen. Regine, wil je even zeggen dat het zo'n prima vraag was voor jou? Nee, ik denk niet, want hij weet het niet meer. Hij zegt net, nu weet ik het niet nee, meer. Nee, dit antwoord. Ik zei ook een prima vraag. Ja, het antwoord iets minder dus. Sorry, ik had die voorvraag over dat rode haar rustig door kunnen laten gaan bij nader inzien. Ja? Maar dat helpt je nu toch niet. Nee. Nen, de laatste sleutel ligt in jouw hand. Ik vraag het niet aan vader D, want dan hoort mijn medepaneleden dat hij het is. En dan gaan ze veranderen, dus dat doe ik niet. Ik vraag het aan vader B. Oh, dat is gewoon boerenslimheid van je. Ja. In wat voor soort kleren ziet jouw vader je het liefst? Een lange broek, iets wat je nu aan hebt, of een spijkerbroek, of een rok, of een jurk. Heeft hij daar een bijzondere voorkeur? Nou, mijn vader heeft zeker voorkeur. Ja. Dit wat ik nu aan heb, zal hij zeker leuk vinden. En een spijkerbroek toch wat minder. Dat is nog wel een Amsterdammer. Meneer B. Dank je. Ik vind alles even mooi. Laat ik dat voorop stellen. Het is wel zo, bij speciale gelegenheden zou ik graag zien dat mijn dochter in een jurk gekleed gaat. Gaat ze naar een of andere festiviteit, dan vind ik een spijkerbroek mooi. Ja. Kijk, als ze bijvoorbeeld aan een televisiespelletje zou meedoen in een broek, dat zou u eigenlijk niet leuk vinden. Dat zou ik niet zo leuk vinden. Dan... Alina, gewoon net zijn als je moeder en je niks aan aantrekt. Ja, dat doe ik ook niet. Oké. Ik heb staan voor Herman een B en tweemaal een A. Wat doen we daarmee? Ja, je mag één keuze veranderen. Ja, ja. Ja, vader B, was dat nou sluwheid of was het alleen maar eerlijkheid sec? Ja, dat was eerlijk. Ja, alleen maar eerlijk. Alleen maar eerlijk. Dan blijf ik bij vader A. Wat wil dat zeggen? Gaat die ene B weg? Die ene B gaat weg. Oh, en dat wordt alles of niets, ja. Nen. Het blijft deze. Het blijft zo dik. Ja, ik zit nog even met belangstelling naar het gat van Herman te kijken. Oh, daar komt hij. Ja. Die A die wilde niet komen. Kijk, nou, ik vind die uitdrukking maar het sowieso. Niet eens. Veel erger nog. Ik denk dat vader B wel degelijk eerlijk is. En dat hij heel terecht zei, als ik bestuurslid van zo'n club zou zijn, dan ben ik natuurlijk penningmeester. Je hoeft geen preek te houden. Nee, maar ik wou even zeggen waarom ik van B afga. En word dus penningmeester, want ik ben een bankman. En ik denk dat de enige die een beetje met de spraak overeenkomt met het Amsterdams van de dochter, ja. A is. Dus ik maak van 1 B een A. Kon ik er maar van 2. Ja, en tenslotte Regine. Ja, jij bent met het ABC. Ik ben ook bij de B weg, maar ik... Het blijft gokken wat ik in de plaats zet, hoor. Ik weet van die drie overige heren niks meer. De B wordt een... Een D. Een D. Ja. Juist. De heren kunnen de koptelefoons afzetten. Mogen wij nog even wat nader kennis maken? Ik wil graag beginnen bij meneer A. Mijn naam is Dirk de Groot. Ik heb één dochter. Uit Hardingsveld, Giessendam. En één zoon en ik kom van Marken. Marken? Ah, ja. Ja, Herman zat goed.
Dick zat er een keer naast. B. Ik ben Wim van Hattem. Ik kom uit Oldebroek op de Veluwe. Ik ben getrouwd, heb 1 zoon en 3 dochters. Meneer C, alstublieft. Ik ben Johannes Korenstra. Ik kom uit Oude Haske. Ik ben getrouwd. Ik heb 2 dochters en 2 zoons. En tenslotte, meneer D. Ik ben Hendrik Papkema uit Oude Haske. Ook uit Oude Haske. Ja, dat is eigenlijk ook. Ja, ja, natuurlijk. 4 dochters, 3 schoonzoons en 3 kleinkinderen. Heren, hartelijk dank en succes met het werk voor de Oranjevereniging. Alina. Mijn vader is vader A. Ja, natuurlijk. Ja, natuurlijk. Ja, natuurlijk. De spraak. Herinnering, heren, dank u wel. Herman. Gefeliciteerd. Uitstekend. De spraak. Grote klasse, 500 gulden. De 300 gulden, het zijn toch weer de 2 spraakleraar. Nen, zal ik... Het was echt de spraak. Langs Nen ga ik met een bochtje omheen. 500 gulden voor Herman. 300 gulden, het gaat even langs hoor. Ja, voel het. 300 gulden voor Dick. Dankjewel. En 100 gulden, ja, troostprijs. Ja, wil jij beginnen, ja. Regine? Het is een kaartje van de kinderen Wekema uit Pijzen. En hun oma stuurt al jaren regelmatig een kaart naar langdurig zieke mensen. En nu ze van de AOW moet leven, is dat een kostbare zaak geworden. En de vraag is, kunnen zij een bijdrage, of kan de NCV een bijdrage leveren voor kaarten en postzegels? Kaarten en postzegels. Ja? Kaarten en postzegels voor 100 gulden. Dick? Ja, ik heb een kaart van Mariska Baas. Ze is 12 jaar en ze komt uit IJsselstein en ze maakt al... jaren deel uit met 35 andere kinderen van het jeugdcircus Cascade in IJsselstein. Ja, zoals bij zoveel theatergezelschappen, zal ik maar zeggen, is ook bij dit circus de subsidie ingetrokken. En Mariska vraagt of de NCV iets, wat dan ook, zou kunnen bijdragen om dat circus in stand te houden. Wij laten het aan Harry's wijsheid over hoe hij met die 300 gulden omgaat. En 500 gulden, dus een tijd geleden. Men, kijk even mee, hè. Ik vind het zo triest anders voor je. Sascha Koelman, ze is 9 jaar, ze woont in Amsterdam. Zadel of tuig voor een paard voor kinderen, vraagt zij. En dat moet dan in 5 huizen, moet dat dan bereden worden, dat paard. Op de Krukenjeshoeve, ja. Nou, dat lijkt dat me. Dat doen we. Ja. Dat is met 500 gulden, ja, ik weet het niet precies. Ik weet het niet. Het is paardenwezen, nee, maar jij met je rozet. Dat was het voor vanavond. Nog een prettige dag verder, tot een volgende keer. Tot kijk. En dan nu de volgende aflevering van Silas.